Dames en heren, hartelijk welkom bij de Dutch Open hier in het prachtige casino, het Holland Casino Breda. Een fantastische locatie om de finale te gaan spelen van het main event. Het kostte totaal €1500 om mee te doen. Er is een prijzenpot van €191.000. De winnaar gaat naar huis met een bedrag van €46.000. Er deden totaal bij dit Nederlands kampioenschap 130 spelers mee. En dit zijn de laatste 10 spelers. On seat number one, the chip leader of the final table. 1,664,000 in chips. He was number 6 in the Battle of Malta and took home €53,000. He was second in the World Poker Tour, the Deep Stack Tournament in Portugal, and took home €23,000. Ik ga even naar achteren en nam daar €23,000 mee. Now, he's here in the Dutch Open and reached the final table. Ladies and gentlemen, from the United Kingdom, Andrew the Brexit Mountain Hills. Oké, en op plaats nummer 2, 785.000 in chips. Hij speelt in heel Nederland, in Scheveningen, Utrecht, Venlo en de Master Classics of Poker in Amsterdam. Maar ook in Las Vegas, België, Barcelona en Rosvadov. En natuurlijk hier in de Dutch Open in Breda. Hij zat bij al deze toernooien in het geld en nu weer de finale tafel. Dames en heren uit Nederland, Erik de Golden Shark Sturkenboom. On seat number 3, 272,000 in chips. He was number 1 in the Mega Stack Series in Caesars Palace in Las Vegas. And he was number 1 in the 500 event at the Enschede Poker Series in Enschede. Now he's here, ladies and gentlemen from Germany, Axel the German Gentleman Hohe. Op plaats 4, 240.000 in chips. Hij werd tweede in de World Poker Tour in Amsterdam. In het Pot Limit Omaha toernooi. Ook werd hij tweede in het €400 toernooi in Valkenburg. Hij werd eerste in de World Series of Poker in Rotterdam. En nu weer de finale tafel. Hij heeft al een World Series of Poker ring en armband. Dames en heren uit Nederland, Marcel de Scientist Funk. Op plaats nummer 5, 878.000 in chips. In Casino de Namur in het €300 toernooi werd hij eerste. Ook werd hij eerste in de VIP Days Freeze-Out Edition in Venlo. Hij zat in veel toernooien in het prijzengeld en nu weer bij de laatste 10. Dames en heren, uit Nederland, Antoine de Diamond Sailor Franken. Op plaats 6, 425.000 in chips. Hij werd eerste in het Deep Stack toernooi in Dublin. Hij werd tweede in het Belgische Poker Challenge in Spa. Hij werd ook tweede in de Utrecht Series of Poker. Nu aan de finale tafel in Breda. Dames en heren uit Nederland, Kees-Jan de Flying Horse Vermeulen. Oh.
En op plaats 7, 754.000 in chips. Hij werd eerste in het diepstek toernooi in Scheveningen. Hij werd derde in een diepstek turbo toernooi in Las Vegas. En hij werd zesde in de World Series of Poker in Rotterdam. Nu is hij hier, dames en heren, uit Nederland, Den Haag. Hier is David de Fruity Tiger Peer. En op plaats nummer 8, 263.000 in chips. Hij werd eerste in de World Poker Tour in Amsterdam. Hij werd eerste in de Breda Poker Series. En hij werd eerste in het diepstek toernooi, ook hier in Breda. Ik ken hem natuurlijk van de Master Classics of Poker, want ook daar zat hij vaak in de prijzen. Nu weer aan de finale tafel, dames en heren, hier is David de Kung Fu Tiger Hoe. En op plaats 9, 645.000 in chips, een echte hometown player. Een thuiswedstrijd voor deze man. Hij is vaak eerste geworden hier in Breda in het Holland Casino Weekly Tuesday Season toernooi. Maar ook is hij eerste geworden in de PokerStars Championship op de Bahama's. De underdog aan deze finale tafel, dames en heren uit Nederland, Patrick de Metal Wall Vos. En op plaats 10, 529.000 in chips. Hij werd tweede in de VIP Days Holiday Edition in Venlo. Ook in Venlo werd hij tweede in de Venlo Poker Series. En hij nam 45.000 euro mee naar huis uit Barcelona. Dames en heren, uit Nederland, Nick de Iron Guy Minton. Oké, en alle spelers aan alle andere toernooien, gaan jullie alsjeblieft weer aan tafel zitten, want ook jullie gaan nu weer van start. Wij spelen nog 2 minuten en 20 seconden in dit level en daarna gaan wij door naar level 20. Voor de dealer aan de finale tafel, shovel up and deal. All players, all the best of luck.